两个人。We hebben vlam in de pan. En als je vlam in de pan hebt, dan is het vaak dat mensen met het water beginnen te spuiten. Moet je goed opletten wat er gebeurt als je dus water in zo'n vlam in de pan spuit. Zo'n klein pannetje. Wat gebeurt er als je zo'n grote pan hebt in de keuken?